En dan kunnen we gaan beginnen aan deze ontzettend belangrijke wedstrijd voor VVV. Sparta veilig. 5 wedstrijden voor het einde. Het kan eventueel de play-offs nog halen. Maar dan heeft het een hele goede eindspurt nodig. De opstelling van Sparta kent u. Met basisplaatsen dus voor Meijers en voor Engels. Pinto geschorst, de vaste linksback. Geen Fortes in de selectie, ook geen Gravenberg. Awassar op de bank, Vriends geblesseerd. Scheidsrechter is Sander van der Eijk. En de grote afwezige bij VVV is dus de Griekse topscorer Yakoumakis. Voor hem speelt vanaf het begin Jafar Arias. Viermans achterhoede, driemans middenveld en voorin Roemer, Arias en Joshua John. John die een verleden heeft hier bij Sparta, voetbalde voor de Kasteelclub tussen 2006 en 2012. Er is afgetrapt door VVV. Dat de punten dus keihard nodig heeft in de strijd tegen degradatie. Het heeft 1 punt meer dan Emmen. VVV heeft 22 punten. Een achterstand van 3 punten op Willem II. Een achterstand van 4 punten op RKC. Balbezit voor Meinans. Maar die krijgt hem niet bij Smeets. Mario Engels dus vanaf de linkerkant bij Sparta. Arias zet Beugelsdijk van de bal. Actie buitenom van Joshua John. En een soort van mogelijkheid voor Pagonik. Maar het was niet zo makkelijk om die bal goed te raken. Beugelsdijk. Heilen. Geen Vriends dus daar. Aan de kant van Sparta. Van Krooi. Meijers kan dus aan de bak. Tegen die snelle Roemer. Hier de versnelling van Mario Engels. Die dan loskomt van zijn landgenoot Pagonik. Het is goed gevoetbald dit door Sparta. Haroui. En wat is het heerlijk om een uithaal te zien. Die begeleid wordt door geluid vanaf de tribunes. Wat een verschil maakt dat. Al zijn het er maar 2000 op het kasteel vanavond. Duwen en trekken van twee kanten. Dus laat de scheidsrechter het maar doorgaan. Haroui. Smeet. Duarte had gekund. Voorzet van Meijers is veel te hard. Daar nou een ook binnengehouden door Meinans. Abels, als hij zich omdraait, ziet hij Laros Duarte staan. Duarte, uithalen maar, Duarte. Recht op de keeper af, Kirschbaum. Van Krooi. Christos Donis. Zo doen beide ploegen niet heel veel voor elkaar onder. In de eerste 35 minuten voetbalt Sparta wat makkelijker. En krijgt VVV maar geen uitgespeelde kans. Veel beweging bij Meinans. Lastige hoek. Hij probeert het toch. En krijgt die bal in ieder geval tussen de palen. Sven Meinans. Maar spektakelstuk of niet, het is genieten geblazen. Smeet. Duarte. Meijers komt. Haroui. Laros Duarte. 5 minuten nog in de eerste helft. Duarte, dit is een aardig schot zeg. En wordt die bal dan nog van richting veranderd? Hoe dan ook, Sparta staat op voorsprong. Laros Duarte maakt het doelpunt. Kirschbaum verrast. En voor het eerst kan het publiek vanavond juichen op het kasteel. Heel veel ruimte hier voor Duarte. En een mazzeltje voor Sparta, maar het staat wel 1-0.
Roemer. Arias. Komt VVV met een snel antwoord? Nou, niet echt, want de uithaal van Krooi is teleurstellend. Beugelsdijk. Die. Haroui. Wil hem wel terug. Het wordt Mijnans. Die kan gaan schieten. Mijnans. Hangt wat ver achterover op het moment van uithalen met zijn lichaam. Schitterend weer Meshesh, zoals hij de bal daar door de benen speelt bij de tegenstander. Uiteindelijk staat Beugelsdijk goed. Hij kan echt voetballen, Meshesh, in de kleine ruimte. En dat is ook wel wat VVV daar nodig heeft, op die plek. Arias, Pagonik. Nu dan een keer VVV met een mogelijkheid voor John, maar die raakt hem niet vol. Dus wordt de keeper van Sparta niet aan het werk gezet. Donis. Kouwara. Net even te hoog voor Arias. Arias. Meshesh. Van Krooi wil hem. Krijgt ook. Meshesh. Goede combinatie. VVV hier gevaarlijk. En het wordt een hoekschop. Uiteindelijk weer een doelpoging van hem, van John. Hoekschop van Krooi. En geslagen door Okoye. Guwara. Met rechts. Zonder problemen Okoye. Haroui en een hoekschop voor Sparta. Beugelsdijk staat te huppelen. Hier komt de bal voor het doel. Beugelsdijk omhoog en die zit er bijna in. Wat een goede redding is dat, zeg, van Kirschbaum. Prima kopbal ook van Beugelsdijk. Behoorlijk vrij ook, hè. Post is hem helemaal kwijt. Meijers wint het kopduel. Haroui. Mijnans. Daar gaat Smeets. Smeets voor de goal. Maar een goede tackle. Van Dekker. Snelle hoekschop. Mijnans. Niet iedereen is er al klaar voor. Sparta is ook slordig. Van Krooi. Zo komt VVV eruit. Hier is invaller Anastasios Donis. De afstand flink. En van die afstand verras je Okoye niet zo snel. Abels, die, Haroui. Dat loopt weer vlotjes. Smeets en dan is het wel raak. 2-0. Wat een mooie goal is dit voor Sparta. Dat zo de voorsprong verdubbelt met nog een kwart wedstrijd te gaan. Fraaie, vlotlopende aanval. En die aanval wordt afgerond door Brian Smeets. Die perfecte voorzet is dit van Haroui. En natuurlijk wordt er nog gecheckt of het buitenspel is. Dat is uit deze hoek niet te zien of het buitenspel is voor Smeets. Mijn gevoel zegt dat het geen buitenspel is. Standje van Meijers. Engels. Door de benen bij Post. Haalt hij uiteindelijk hier ook nog eens de bal over. Mario Engels. En krijgt hij een schop van Krooi. Engels boos. En komt er dan een gele kaart voor Van Krooi. Blijkbaar had Van Krooi dan toch nog wel de intentie in ieder geval om de bal te spelen volgens de scheidsrechter. En is geel voldoende.
voor Vito van Krooi. Het komt tamelijk gefrustreerd over. Als VVV hier eigenlijk telkens naast zit. Hier van Krooi uiteindelijk de bal dus ook verliest. En zijn gram haalt. Bij Engels. En daar komt de volgende kaart. En die heeft dezelfde kleur. Anastasios Donis. Niet vol doorgehaald door Donis, maar wel een tik op de knie natuurlijk bij Beugelsdijk. Haroui. Krijgt hem van Duarte. En hier is het al bijna raak. Was er maar vanaf gebleven, Gajouche. Dan had Thiem voor het inkoppen gehad. Ja, hij heeft geen ogen in zijn rug. Zo is het niet altijd een wedstrijd om op het puntje van je stoel te zitten. Heb je het gevoel dat VVV nog heel lang kan voetballen zonder een doelpunt te maken? Thiem misschien nu voor Sparta de lat geraakt. Hij blijft natuurlijk zoeken naar zijn goal. En was er hier heel dichtbij, Lennart Thiem tegen zijn oude club. Gajouche. Abels. Deroy Duarte. De paal. De lat geraakt, de paal geraakt door Sparta. In 2 minuten tijd is het nu afgelopen. Fluitscheidsrechter Van der Rijk voor het laatst. En blijft het dus bij 2-0 voor Sparta. Klinkt voor de zoveelste keer vanavond op het kasteel de Sparta-mars. Eindelijk was er weer publiek. Hier in Rotterdam bij een thuiswedstrijd van Sparta voor het eerst in 7 maanden. En die 2000 toeschouwers worden getrakteerd op een overwinning voor de thuisploeg. Sparta wint met 2-0 dankzij de goals van Duarte en Smeets. En op die overwinning is voor Sparta natuurlijk helemaal niets af te dingen.